De kansen voor de flexbranche als het gaat om echt investeren in duurzame inzetbaarheid, ja, die zijn natuurlijk legio. Want in de huidige samenleving, ja, maken we echt een transitie van lifetime employment naar lifetime employability. Het gaat uiteindelijk om het vermogen om werk te houden en nieuw werk te krijgen. En dat lukt des te makkelijker wanneer je ervoor zorgt dat je mensen vitaal zijn, plezier hebben in het werk, productief zich kunnen ontwikkelen. Het belang van de organisatie is dat als hij een tent vol duurzaam inzetbare mensen heeft, ja, die mensen die zitten daar niet omdat ze geen kant op kunnen, maar die zitten daar voor hun plezier. Dus dat betekent dat ze daardoor ook productiever zijn en minder snel verzuimen. Maar wat je ook ziet in het duurzaam inzetbaarheidsbeleid is dat we over het algemeen toch meer oog hebben voor de korte dan voor de lange termijn inzetbaarheid. En wat me echt zorgen baart is dat levenslang leren nog onvoldoende van de grond komt. Wat ik mee wil geven is, investeer echt driewerf in duurzame inzetbaarheid. Ten eerste moet je mensen de gelegenheid en de ruimte geven om te leren. Dus dat betekent dat je ze heel openlijk moet vragen van wat voor iets zou jij onder de knie willen krijgen. Ten tweede gaat het om autonomie. Dus zorg mensen dat mensen zoveel als mogelijk zelf kunnen bepalen hoe ze werken, waar ze werken en wat hun targets zijn. Want dat motiveert veel meer dan commando's geven. Ten derde, voer echt goede gesprekken en een goed gesprek houdt in dat je echt luistert, doorvraagt, samenvat. Om zo te verkennen van goh, wat wil iemand leren en wat heeft iemand nodig om duurzaam inzetbaar te zijn. Immanuel Kant zei ook al, behandel een mens altijd als een doel op zich en niet als een middel voor iets anders. En als u dat nu in uw oren knoopt en u denkt vervolgens na hoe je juist door te investeren in je mensen toch ook nog een goede boterham kunt verdienen, ja, dan komt het volgens mij in jullie sector helemaal goed. Dank u wel.